aanvraag van het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, verspreidt de politie volgend opsporingsbericht. 5 jaar geleden, op zondagochtend 3 mei 2009, verliet de toen 47-jarige Anne Cotrie haar woning in Brugge. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Die zondag 3 mei had Anne Cotrie de trein genomen naar Brussel. Ze werd het laatst gezien in het station Brussel-Zuid. Verschillende bewakingscamera's hebben haar traject binnen het station gefilmd tot wanneer zij om 11.16 uur het station buiten stapte aan de Fonsnielaan. Na meer dan 5 jaar is er nog steeds geen antwoord op vele vragen. Zowel de piste van een wanhoopsdaad als de piste van het heropstarten van een nieuw leven mogen niet uitgesloten worden. De politie doet nu een speciale oproep naar een jeugdvriend van Anne. In het schooljaar 1977-78 ging Anne naar het internaat Haute-en-Yves voor jonge meisjes in Jambes. Op vrijdagen keerde Anne met de trein van het internaat terug naar huis in Brugge. Ze stopte toen steeds in Brussel-Zuid, waar ze haar jeugdvriend Thierry ontmoette. Thierry was iets ouder dan haar en reed met de auto. Hij studeerde journalistiek of was journalist. Wie Anne Cotrie in die periode van het internaat in 77-78 in Jambes heeft gekend, en als Thierry deze oproep hoort, alle getuigenissen zijn welkom. Mevrouw Cotrie is normaal gebouwd en 1,55 meter lang. Ze heeft blond-bruin haar tot op de schouders en grijs-groene ogen. Ze droeg een donkerbruine winterjas boven een blauwe jeansbroek en zwarte laarzen. Ze heeft een blauwe handtas met draagriem bij zich. Misschien heeft iemand ooit deze tas aangetroffen. Weet u waar Anne Cotrie verblijft of heeft u meer informatie over de jeugdvriend Thierry? Aarzel dan niet contact op te nemen met de politie op het gratis nummer 0800 30 30 0.